En hoe staat u nou tegenover de situatie in Nederland? Ja, dat is wel natuurlijk. Ja, dat is heel spijtig dat dat daar zo loopt. Daar kunnen wij, de Vlamingen in het algemeen, kunnen daar met hun gezond boerenverstand niet bij. Op een landweggetje in Ieper kwam ik Sinterklaas tegen. Ieper in België, u weet wel van de Eerste Wereldoorlog. Sinterklaas. Tenminste, dat dacht ik. Altijd zegt nooit tegen Sint Maarten. Hè. U bent Sint Maarten? Ja, alsof je dat nog niet wist. Hè. Ja. Die is hier niet. Nee. Die komt er niet in. Die leeft op een andere planeet. Ja. Die wou vorig jaar komen. We komen uit Spanje, meer bepaald uit Catalonië. Maar kreeg geen asiel in Ieper. Onze burgemeester heeft dat niet toegestaan. Ten strengste verboden. Hè. Dus hij kreeg hier geen voet aan de grond, geen asiel. Misschien dat volgend jaar anders is. Nee. Dat zou kunnen, hè? Heer, dat zou kunnen. Maar u bent de burgemeester. Jazeker. En komt Sint-Nicolaas er niet in? Nee. Sinterklaas niet? Nee. Sinterklaas komt deze streek niet langs. Stadtyper, 13.000 hectare, daar komt alleen Sint Maarten. Ja. Ja. Maar is er sprake van een concurrentie tussen die twee? Of? Ja, dan moet je vragen aan Sint Maarten. Nee. Ik denk dat Sint Maarten beter is, maar goed. Is er concurrentie? Nee, concurrentie kan je het niet noemen. We zijn bevriend met elkaar. Er zijn bepaalde gelijkenissen, maar qua uiterlijk bijvoorbeeld. Maar we zijn allebei grote kindervrienden. En wij komen eigenlijk in de eerste plaats ook voor de kinderen. Voor de kinderen van de streek, van de regio, van de stad, waar we uitgenodigd worden, zoals vanavond in Ieper. En voor de volwassenen, bent u ook nog van enige betekenis of niet? En voor de volwassenen? Ja. Ja, uiteraard. Hè? Ja. Want ik krijg wel eens cadeautjes van Sinterklaas, niet van Sint Maarten. Ja, maar Sint Maarten heeft ook cadeautjes. Die heeft ook cadeautjes. Maar ook voor volwassenen? Ja, waarom niet? Ja, je wil ons blijkbaar een beetje tegen elkaar uitspelen, maar dat zal je niet lukken hoor, mijn beste vriend. Nee. Ja, ik ben een Hollander. Dus. Ja. Net was u een heel ander mens eigenlijk. Ja. U praat anders. Nou, dat hij nu Nederlands praat, dat bedoel je? Oh ja. Nee, maar ook gewoon dat dialect meer als een burger. Ja, maar kan ik ook gewoon Vlaams spreken, hoor. Dat is goed. Oh, ja. Nee. Dan hebben jullie liever waarschijnlijk. Hè? Ik heb liever, want ik wil graag Vlaamse kijkers trekken. De Hollanders die zijn toch een beetje verloren al. Ja, maar de tijd dat de Vlamingen naar de Nederlandse televisie keken, dat is al lang voorbij. Hè? Hij heeft hier heel veel zwarte pieten. En het is hier veel ontspannender dan bij ons. Dat is letterlijk. Ze zijn allemaal heel zwart. Sint Maarten. Sinterklaas. Allebei. In Zaanstad. Wat heeft hij gedaan? Een of andere obscure steking heeft een kort geding ingespannen voor de rechtbank in Haarlem, omdat de stichtgebeuren racistisch zou zijn. Hè? En die stichting heeft dus de Nederlandse staat, de burgemeester van die gemeente en de omroep, dus de tv-omroep die het uitzette, heeft dat dus. Wil dat dus vermijden. In Nederland veel zwarte pieten zijn. Er zijn kleurpieten, er zijn roetveegpieten, er zijn stroopwafelpieten en er zijn nu ook al glutenvrije pieten, stel je voor. En dat is heel knap. Ik ken er ook eentje van Sint Maarten. Maar het is West-Vlaams. Moeder, ik heb Sint Maarten gezien, achter de boom, moeder, ik heb Sint Maarten gezien, achter de boom, niet verre van hier. Als u wilt weten wat het verschil is tussen Sinterklaas
Sint Maarten, een moor en Zwarte Piet, dan moet u de documentaire Mijn ontmoetingen met de duivel kijken. Mijn ontmoetingen met de duivel. Maar u bent niet Sint Nicolaas. Ja, dat heb ik je daarnet al verteld, hè, jongeman.